Goedenavond vanuit het stadion Luigi Ferraris in Genua, de stad van Columbus. Het is trouwens ook het jaar van Columbus in 1992. Het stadion Luigi Ferraris, dat is een voetbaltempel. Geheel in extase in de ban van deze wedstrijd tussen Genoa en Ajax. En hier krijgt u de opstelling van de Italianen. Met een paar bekende namen, Brank en Genoa is de club van het volk. Het eerste seizoen dat de Italianen dus in de Europa Cup spelen. De negende wedstrijd pas, en ik zei het u al, Ajax is er vrijwel ononderbroken bij geweest. 144e wedstrijd in Europees verband. Niels de Deen wacht nog even met de aftrap. En ook de Italiaanse penningmeester zal weer flink wat geld moeten betalen aan de UEFA. Als boete voor het afgestoken vuurwerk. Het is niet het grootste Italiaanse voetbalstadion, Luigi Ferraris. Maar wel een van de mooiste, denk ik. Alphen. Winter. En Blind. Alphen, die nog maar weinig wedstrijden speelde in Ajax als gevolg van blessures. Van Schip zoekt Branco zijn tegenstander op. Die krijgt hulp van Onorati. En daar is de kopbal van Pettersson. En de goal van Ajax, zeg. Na 40 seconden in de wedstrijd. Een ongelooflijk belangrijke goal. De actie van Schip. Branco grijpt niet in. En Pettersson kopt naar de verste paal waar Braglia, de keeper, kansloos is. Wat een ongelooflijk goed begin van de Amsterdammers. Zo'n prachtig afdraaiende van Schip voorzet. Pettersson die voor zijn man Signorini komt en Braglia klopt. Een mooier begin had Ajax zich niet kunnen wensen. Aguilera, aangepakt door de Boer, die op hem speelt. Geranio, man die vorige week ook met de Italiaanse ploeg tegen Duitsland speelde. Italië dat toen won met 1-0. Jong goed doorgeschoven. Het bekende positiespel van Ajax, maar een foute paas. En dan moet je oppassen, want dan komen de Italianen razendsnel. Zoals bijvoorbeeld Aguilera, die even los was van de dekking. Boer, nee. Kourabi wel. Dat is het gevaar van Genoa. Het koppen van deze Jeff Kourabi. Daar is het hele aanvalspel opgericht. De Jeff die goed voor de Boer komt. Hij is niet zo groot, Frank de Boer, maar wel de beste kopper bij Ajax achterin. Pettersson goed getimed. Wat meer voor de verdediging spelen. Om zo de druk wat weg te nemen. Blind. Pettersson goed aangenomen. Moeilijke positie. 2-0 of niet? Hij wordt niet gegeven. Nu zit hij er wel in. Brian Roy. 2-0 voor Ajax. Jongen, jongen. Brian Roy nog wel de man die zo zwaar bekritiseerd werd. Scoort hier de tweede goal van Ajax in Luigi Ferraris. In Genoa. Een aanval uit het boekje. Technisch heel knap gedaan in die kleine ruimte daar van Pettersson. Probeert die bal over Braglia heen te tikken, dat lukt hem ook. Dan is daar Winter en knalt Signorini de bal tegen de onderkant van de lat. Hij zit er niet in, roept de aanvoerder, maar die kijkt naar de grensrechter en niet naar Roy. En die zegt dank u wel voor dit present. Heel dom natuurlijk van die aanvoerder om naar de grensrechter te kijken en niet naar Roy.
Aguilera. Erranio. Jongzakken. Twee Ajaxiden tegen vier Italianen. De hulp komt van Roy, Kreek en Jong. Peroni, bal is binnen, zegt de grensrechter, hoewel Alflen daar anders over denkt. Aguilera, Scoravi. Ruotolo, nu van de andere kant. Met een onverwacht schot, Menzel, en dan is hij toch binnen, Aguilera. Ja, je moet blijven oppassen, je moet scherp blijven in de wedstrijd, dat deed Ajax even niet. Die Ferrari staat hier in vuur en vlam. Onnodige tegentreffer. Arrogantie, of wat het ook mag zijn. Roland de Loos ziet. Een snuitballetje waar Menzo niet aan kan komen. En Aguilera profiteert. En onmiddellijk worden alle vlaggen weer uit de kast gehaald. Marciano Fink.
sinds de entree van Louis van Gaal als hoofdcoach in de meer wat op het tweede plan geraakt. Voor de laatste 7-8 minuten de Van Schip er dus uit. Blind. De eerste balcontact wilde ik zeggen van Fink, maar dat was Pettersson. Nielsen wil niks weten van blessurebehandeling en vindt dat het doorgespeeld moet worden. Dus als Kreek nou verstandig is, probeert hij toch maar weer op te krabbelen. Even op de tanden bijten, hoe hard het ook is. Branco, Jonk, Bergkamp. Roy. En dan gaat Kreek. En daar is Bralia, die krijgt de bal tegen de hand en gaat op de bond of niet? Nee. Nielsen trok een kaart. Maar stopte hem ook weer in zijn zak. Bergkamp. Heeft nog niet zoveel laten zien en zou dus nog een aardige toegift kunnen hebben. Of is het Winter? Het is Aaron Winter. Goeiedag zeg, wat een wedstrijd. Wat een schitterende partij voetbal. Met een ontknoping. Ja, dat zal Alfred Hitchcock niet kunnen bedenken. 2-0 voor. 2-2 door twee keer Aguilera. En dan toch de knock-out. Van Aaron Winter. En zo gaat Ajax hier toch nog winnen. In Genua. Met Bergkamp die natuurlijk het gat ziet. Winter die het induikt. En een technisch hele, hele bekwame goal. Over Bralia heen. Chapeau. Voor dit Ajax. Wat in een kwartiertijd flink averijen opliep. Maar hier fantastisch terugkomt. Geen buitenspel. Aaron Winter scoort 3-2. Winter was het inderdaad die scoorde. En niet zoals een aantal mensen hier voor mij denken. Roy. Hier is Aaron Winter. En ook die naam van Winter is in het boekje van Radomir Antic verdwenen. De man die door Leo Beenhakker werd opgevolgd en die hier voor me op de tribune zit aantekeningen te maken. Want ook Real zit natuurlijk nog in deze UEFA Cup. Speelt straks om 9 uur tegen Torino. En het is muisstil geworden. Roy, Bergkamp. Winter. Als een mokerslag kwam die treffer aan. En nu geen domme dingen meer doen. Kreek. We zitten in de extra tijd. En zo moet je Ajax toch een groot compliment maken. De ploeg die zo in het nauw zat. Die door twee goals van Aguilera ernstig in de problemen kwam. Maar zich terugvocht. En hier toch nog in Genua. Maar ja, een voorspelling durf je bijna niet meer te doen. Waarschijnlijk met de winter vandoor gaat. En later op de avond Italië verlaat en terugkeert naar Amsterdam. Strak geleid, strak gecoacht ook door Louis van Gaal. En het applaus is voor de Ajaxide die na 46 minuten en 16 seconden in de tweede helft als de triomfator Luigi Ferraris in Genua deze schitterende voetbaltempel verlaten. De avond daalt over Genua, maar de avond zal voor Ajax nog heel lang worden, denk ik. 2-0 voor, 2-2 en dan toch nog in de laatste fase door Aaron Winter de winst pakken. Een mooie voetbalavond hier in Italië. Arrivederci.